Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Vandaag zien we dat de zilverprijs weer helemaal terug is gevallen naar het niveau van vrijdag. En eigenlijk de winst van maandag 1 februari is daarmee eigenlijk weer weg. We zien ook aandelen in die zilvermarkt met enorme verliezen. 15 tot 20% verlies. Ja, dat was gisteren de winst, dus nu weer het verlies. Eigenlijk is dat al waar ik al voor had gewaarschuwd. Het feit dat die Reddit-groep, als die daar al mee bezig is met zilver, die hebben daar niks mee. Die is dus niet zo heel mooi voor die markt. Het is leuk als het oploopt, maar ja, ze zijn ook zo weer weg, want ze hebben niks met die markt. En als beleggers hebben we daar fundamenteel dan niet zoveel aan. Ja, je had gisteren winst kunnen nemen, maar dat wil je eigenlijk ook niet, want fundamenteel is die zilvermarkt gewoon heel interessant. Dus die aandelen moet je hebben, maar dan voor de wat langere termijn. En ja, dat heen en weer vliegen van een eventuele Reddit-groep, daar kan je niet echt op bouwen. En ja, dan vraag je wel heel veel om daarop te handelen. Dus het is jammer dat die winst weer verloren is gegaan. Ze hebben mij al gevraagd, waarom ben je er met je keer 10 portefeuille niet in gegaan? Nou, die zijn we net aan het opbouwen. We zijn gisteren 1 februari begonnen. En voor beurs waren die koersen van de zilveraandelen al omhoog. Nou, ik ben blij dat ik niks in die zilveraandelen heb gedaan, want ik kan nu met soms wel 20% korting kan ik alsnog instappen. En ja, kans is groot dat ik in die zilveraandelen ook iets ga doen voor die X10 portefeuille. Maar ik wil op goede koers instappen. Dus en dan is vandaag een beter moment dan gisteren. Maar ik denk dat die zilverkoers echt wel gaat komen. Alleen ja, de klap omhoog, die doorzet omhoog, die is er niet. Want dit is allemaal wel heel vluchtige handel. En ik kreeg ook een tip van iemand van ja, kijk naar dit biotechniek bedrijf. Want ja, daar zijn ze ook over aan het praten. Ja, ik zit niet zo in die Reddit-markt. Ik vind het wel heel erg snel gaan. En dat vliegt in en uit. Daar is, ja, ik ga met die keer 10 portefeuille ga ik echt risico's nemen. Maar je kan ook overdrijven. Dus vandaar dat ik toch wat rustiger ben. En die Reddit business, ik vind het allemaal iets te vluchtig. Dus dat is het toch niet voor mij. Ik zeg niet dat ik er niks in doe, maar vandaag krijg ik wel de bevestiging dat je er eigenlijk maar beter vanaf kan blijven. Want het vliegt alle kanten op en ja, ik kan er gewoon niet, ik heb het niet in de hand, ik kan er niks mee. Maar in ieder geval ben ik heel blij dat ik die zilveraandelen niet gisteren op de top heb gekocht, rustig aan heb gedaan. En ik geef ook iedereen de tip van dat eerste uur van de handel, blijf er alsjeblieft uit, want het is te gevaarlijk. En ook vandaag is dat weer gebleken. Pas om 4:30 ga ik kijken wat er aan de hand is in de beurs. En dat heeft me in mijn carrière al heel veel bloedneuzen geschild. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Neem een abonnement en druk ook op dat belletje wat je ziet. Dan krijg je notificatie op het moment dat ik weer een nieuwe video zet. Ik ben op weg naar 1000 abonnees. Ik wil dat heel graag halen. Vind ik onleuk om dat te doen. En ja, dan kan je je account monetizen, zegt YouTube. Nou, alsof ik met 1000 geld ga verdienen. Maar ik vind het gewoon mooi om naar die 1000 te gaan. En de volgende is dan naar 2000. Maar ik ben een half jaar geleden begonnen met 0. En ik heb er nu al bijna 1000. Dus ja, dat is gewoon mooi. Vond je het een interessante video? Geef dan een like. Daar ben ik ook altijd blij mee. En heb je vragen? Zet die dan hieronder bij de beschrijving en zet je vragen en dan probeer ik het te antwoorden. Of iemand anders antwoord erop kan ook. Dan laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.